Hoi, ik ben Rogier van Rijn van wintersport.nl en vandaag neem ik je mee met wel een hele bijzondere wintersport. Vandaag gaan we namelijk ijsklimmen. Ik sta hier nu in Fraissinière, midden in de Pédezekering op steenworp afstand van de skigebieden van Puy-Saint-Vincent en Pelvoux. En hier hebben ze een artificiële ijstoren gemaakt waar je op een veilige manier kan oefenen met ijsklimmen. Normaal is ijsklimmen een behoorlijk extreme sport. Het is koud, je hebt lange aanlopen, er is gevaar van lawines, er is gevaar van vallende stukken ijs. Ja, dat maakt dat niet iedereen zomaar kan gaan ijsklimmen. Maar op dit soort torens kan je veilig kennis maken met een hele bijzondere sport. Kijk, ik sta 10 meter boven de grond, op de voorpunten van mijn stijgijzers. Ik hou me vast aan een ijsbel. Ik ben bijna boven. Ja, het is echt een ontzettend leuk spel. Eigenlijk is de ijsklim heel simpel. Met deze twee ijsbijlen zorg je voor grip met je handen. En met dit soort stijgijzers zorg je dat je goed kan staan met je voeten. Nou, het idee is dan door goed hoog te slaan met je ijsbijlen. Allebei de ijsbijlen in het ijs. En dan klim je langzaam omhoog door je voeten met kleine stapjes omhoog te zetten. In steeds meer skigebieden zetten ze dit soort torens neer, zodat je op een veilige en leuke manier kennis kan maken met het ijsklimmen. Vaak staan er ook lichten op en dat betekent dat je ook 's middags en 's avonds erop kan klimmen. Ja, en dan kost het je geen dag skiën. Dan is er echt geen reden om het niet te doen. Ik weet zeker, als je een keer gaat klimmen op zijn ijstoren, dat het garant staat voor een aantal hele grote verhalen. Lijkt het jullie ook wat om op zijn ijstoren te klimmen? Of heb je het al wel eens gedaan? Laat het me hieronder weten in de reacties.